zo. Kijk hem eens. Hey, Brian Mannetje upgrade hoor. Maar als jullie mochten kiezen tussen Jannie of Robert? Robert. Jannie. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ik heb het kostaloontje. Maar niet aan de voorkant, als ik begrijp wat ik bedoel. Wat zit er ook in? Is dat olijf? Nee, kokosnoot. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij vandaag weer een nieuwe aflevering van de Knof. Factureren. Waarom zeg je dit nou wel? Nee, sorry. Ik ben een beetje koud vandaag. Hier is het voor Nederlandse begrippen helemaal niet slecht, toch? Mensen, welkom bij de Knop. Als je de Knop niet kent, we hebben hier een knop. Wauw. Als we daarop drukken, komt er op dat scherm een stelling, een vraag, een filmpje of een mattie scheetje. Ligt het aan mij of is het scherm veel dichterbij dan de voorgaande keer? Matt heeft zijn lenzen weer niet in. Ik heb een lenzen wel in. Er staat de... Knop. Matt heeft ook een soundboard. Op dit soundboard zijn ook nieuwe dingen toegevoegd, toch? Geweldig! Doe nog eens. Geweldig! Ja, leuk. Als jullie nog andere tips hebben voor het soundboard. Dit vind ik wel om te lachen. Dit is wel leuk, ja. Er zit akelig weinig zin in, man. En ga natuurlijk ook even liken en abonneren op dit kanaal, mensen. Zullen wij gewoon beginnen, jongens? Ja, ja, de knop. Ram maar op. Oh. Oh. Hey. 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 Wie van de bankzitters is het meest creatief? Nou, Koen. De eerste screenshot van mijn kanaal, hè? Ja, omdat zij jou het meest creatief vinden, denk ik. Hey, shout-out naar de mensen van Praat. Hey, dat ben ik. Ik moet zeggen, je hebt echt weinig verboden te lachen. Vroeger had je er veel meer. Ja. Matt, morgen opnemen? Nee, flikker op. Wat is dat rode achtergrond op al je thumbnails? Ja, wist je dat jij ooit tegen mij hebt gezegd? Ja, dat weet ik, ja. Ja, nou, de kijkers nog niet. Hij zegt tegen mij, je moet geen rood op je thumbnail doen. Dan klikken mensen. Je moet geen rood op je thumbnail. Hij heeft een negatieve associatie met. Vervolgens doet hij zelf alleen maar rood op zijn thumbnail. En zijn haar dan ook nog trouwens. Kut, ik heb moeten zeggen, die achtergrond ook nog. Kut! Grap mislukt. Heel interessant. Maar wie van de bankzitters is het meest creatief? Ik zeg altijd Matty, dus ik kan dat nu niet anders zeggen. Ja, ik zou ook van Matty. Nee, ik denk mezelf wel. Alleen niet in deze video. Maar jij gebruikt je creativiteit weer voor andere dingen. Ja. Iedereen is creatief op zijn eigen manier. Behalve Mila. Nou, leuke vraag. Je volgende. Dat het zo moet, vind ik jammer. Yeah. Oh! Oké! Kijk eens! Oh, so. Kijk hem eens! Brian Mannetje upgrade hoor! Enge ootje, man! Brian Mannetje is dry martini. Shaken, not stirred. Shaken, not stirred. Het idee is als volgt. We hebben hier multiple choice. Multiple choice. Als je er een fout hebt, moet je een slok nemen. Elke fout is een slok. Ah, man. Ik ga expres fouten maken. Laten we beginnen met vraag 1. Hoeveel verschillende Bond-acteurs zijn er geweest? Antwoord A is 4, antwoord B is 6. Zijn het hoofdrolspelers? Ik heb B. Ja, 12 tussen B en C. Ik heb ook B, 6. Maar het ik zou heb C. Goed 10 kunnen zijn, hoor. Nee. Sommige Bond-acteurs hebben maar één film gedaan. Hè? We gaan zo meteen krijgen we de antwoorden ja, te zien. Laten we doorgaan naar vraag 2. Weten we hoeveel slokken we nemen, maar we gaan door naar vraag 2 eerst. Maak de filmtitel af. The Man with the Golden Gun, Golden Girl of Louis van Gaal. Maar ik ga het toch opschrijven, maar ik denk dat het misschien niet klopt. Maar goed. Louis van Gaal. Misschien van lullen, vriend. Ja, maar jullie horen het zo. Okay. Ik heb bij 2 heb ik antwoord C. Ik heb ook C. Ik heb ook C. Maar ik denk dus... Ik had A. Ik dacht dus dat... Maar misschien dat de echte James Bond fans nu mij echt in de hel willen zien. Ik dacht dus dat GoldenEye gewoon een andere film is. Ja, dat gewoon een film. Je hebt gewoon James Bond... GoldenEye, dat is gewoon een film. Ja, dat is een film, toch? Het is een hele bekende game. Maar die is gebaseerd op GoldenEye van James Bond. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk zeg jij nu dat het sowieso C goed is? Ja. Maar waarom heb je nou je eerste antwoord uitgefaked? Moeten ze daar nog controleren? Wat had je net gezegd? Ik had C. Ja, dag! Ja, oké, dit is fout. Zijn we op. Oké, wie zong er geen titelsong voor een James Bond film? Pa, Pokerface. Billy Eilish had die laatste film. Hoe was Billy Eilish gaat opschrijven? Net op tijd alles weggegeven, behalve B. Slim. Paparazzi. Hey, hou je B. Oh, sorry. Hoe heet het technische hulpje van... Alfred. James Bond. Noem je het James Bond? Oh, dat deed ik per ongeluk, sorry. Wel leuk, liedje trouwens. Titelsong. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Q is toch de YouTuber? Ja, Q. QC. Ja, en het hulpje van, ja. Technische hulpje van James Bond. Ja. Echt? Ja, technisch, ja, hè? Ik dacht, wie is M dan? Nee, het is wel A, man. Ja, het is A, we gaan het zien, jongens. Ja. Kom maar door. Klik maar door. Ja, op de knop. Nummer 1, hupsakee. Hey! Hey, Golden Gun! Dat zie ik, dat is gek! Golden Gun, let's go! Ik heb er 2 fout. Ik heb er ook 2 fout, man. Ik heb maar 1 fout, dat is toch die. Ik heb 2 fout. Had ik toch bij mijn gevoel moeten blijven. Iedereen 2 fout. Ja, ik 2 fout. Dus Golden Gun had ik goed. De Golden Eye is dan wel dat spel. Ja, Golden Eye is... Nee, maar Golden Eye is ook een film. 2 slokken en middel 1. Not shaken. Not shaken. 1 slok, jongens. Dit is een grote 11 mei. Gadverdamme, dit is smerig. Ik moet hem even weg met een pilzakje, je ziet het niet echt. Holy shit. Wat zit er ook in? Is dat olijf?
Polaar. Nee, een kokosnoot. Wat een domme peer is dit, zeg. Wij weten dit nu, maar je kan het zelf ook te weten te komen. Want de James Bond film staat nu op Prime Video. Yeah. Goed verhaal. Ja, echt goed. Ja, leuk. Oh, dat moet ik wachten. Het is wel echt waar. Nou goed. Gaan we door naar de volgende? Ja, laten we door naar de volgende gaan. Ik heb wel eens een betaalde post geplaatst waar ik achteraf spijt van. Ja, alleen maar. Soms heb je wel eens dat je denkt, ik had hier meer voor kunnen vragen. Maar dat is wat anders dan je echt spijt hebt van, hier wil ik echt niet mee geassocieerd worden, denk ik. Nou, ik heb wel zo'n geplaatst dat je echt denkt, ja, ik ga mijn telefoon niet openen. Ja, die ken je ik wel, ga gewoon niet openen totdat ik weer het nieuws post. Dan welke had je dat dan? Ja, dat kan ik niet zeggen. Zeg het nu even. Nee, nee, ben je er nog wel eens mee samen, of niet? Ja. Zijn het van die driehoekige shippies, of niet? Nee. Okay. Leuke samenwerking, daar moest ik in het laatste ineens al denken die ik ooit had. Dus daar heb ik niet echt spijt van. Maar toen, dat is echt fucking lang geleden, toen moest ik een keer een liedje promoten van Rudimental. Die had een nieuw nummer, die wilde dat op die manier proberen. Die dus echt ja, dat is van... Dat is volgens mij van Rudimental. Maar die had een nieuw nummer, maar daarna ook voor mij niks meer aangeslagen. Alleen toen moest ik dat in mijn video doen. Alleen toen had ik niet die link geopend die ze hadden gestuurd, maar gewoon het nieuwste nummer wat uit was, had ik erin geplakt. Ja. Dus had ik dat helemaal gemaakt en toen zei ze, ja leuk, maar dit is het verkeerde nummer. En dan sta je ook wel aardig van lul. Dan hebben ze voor mij die hele campagne afgeblazen. Dus zijn ze mongolisch, dan hebben ze niet meer werken. Dat is toch echt, ja, dat was wel echt mongolisch. Goed. Oké, okay. Volgende. 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 Wow, geoguessen. Geoguessen. Parijs. Even kijken. Ik denk is het zegt, die Luxemburg City. Parijs. Luxemburg City. Hey, daar zijn we geweest, man. Luxemburg City. Ja. Niet Parijs. Jij hebt al iets gezegd, hoor. Nee, ik zou zelf wel heel anders scrollen dan dit. Oh, 0 tot 24 uur. Ja, dit zijn diplomaten, dat zie je meteen. Mitronic. Oh! Hey! Oh, is geprankt. Italië. Italiaanse vlag. Staphorst. Ja. Het zou zomaar kunnen. Ik weet het niet zeker. Waar ligt dat ook weer? Italië ligt wel lang. Nee, Milaan, jongens. Ik blijf het zeggen. Ik blijf het je zeggen. Mensen slapen erop. Het moet er wel Milaan. In Milaan, met Marco en Frank natuurlijk. Nou, goed. Jij, Ron? Ik had Luxemburg City. Oké. Okay. Dat is echt dom, dat ik niet in Italiaanse vlag. Ja! Ja! Dat dacht ik ook al. Oh, maar Roel, jij moet dat toch herkennen? Jij zegt, nee, dat is geen Milaan. Hoe kan je dat nou niet herkennen? Ik had Luxemburg City al gezegd. Maar hoe kan je nou niet weten dat die middelvinger in Milaan is? Het is jouw stad, man. Hey, de knop is... Het soundboard! De knop is down, Ja, oh, nee. Moet je onder... Volgende! Wie van de twee? Ja, dit is mijn nummer. Hey! Daar komen ze. Goeiemiddag. Wie is er kapper? Milo, kom hier. Ik ga eens even die kant op, man. Ik ga ruimte voor jullie. Dit vind ik echt zalig, hoor. Ik hoef niet mat, maar dankjewel. Maar jullie zijn dus... Bakker. Maar bakken jullie alleen taarten of ook andere dingen? Het hele banket. Ja, jij. Wat zijn jullie namen eigenlijk? Gert. Dennis. Ja, ik weet het al. Maar bakken jullie alleen taarten of ook andere dingen? Dennis. Ik bak alleen taarten. En gebak natuurlijk. Zou je jezelf een bakker noemen of zou je daar een andere naam aan? Ja, ik ben gewoon bakker. Ja, daar zat ik zo aan te denken. Dus misschien iets duurder of zo. Man, ik heb echt de perfecte vraag. Banketbakker. Banketbakker. Ik heb de perfecte vraag waardoor je gelijk weet wat zit er in de taart. Nou, één van twee weten. Eén van twee gemaakt. Dat is te makkelijk. Ja, moeten we bewaren voor het einde. Dan bewaar ik de vraag. Maar als jullie mochten kiezen tussen Jannie of Robert, dan kiezen jullie voor? Robert. Jannie. Ja, snap ik ook. Mag ik zo vrij zijn te proeven? Maar sowieso, de bakker heeft hem gemaakt, dus hij is sowieso lekker. Het maakt niet uit wie van de twee een bakker is. Ik heb gewoon zin in de taart. Wie heeft deze taart gemaakt? Wij allebei. Ik heb één van jullie twee is bakker. Mag ik jullie eerlijke mening weten over Hema-taarten? Hema-taarten? Ja. Ik denk dat het goed is als je een verjaardag hebt en je hebt heel veel mensen. En je hebt haast. Ja. Dit lijkt een beetje op een Hema-taart. Ja. Wie denkt dat? Kijk naar de bodem en naar de zijkant, dan zie je een totaal ander soort taart. Ja, wel echt ambachtelijk. Ja, ik zeg je eerlijk, ik vind die Hema-taarten dus best wel prima. Toen mijn laatste... Die zijn van mij speciaal voor Brabant uitgevonden. Nee, maar inderdaad, zeg maar, dit is veel lekkerder. We kunnen altijd nog even een whiteboard geven en opschrijven wat er in de taart zit. Ja, dat mag. Ja? Maar wat is in de taart? Nou, wat is er in? Zit er aardbeienjam of kersenjam of... Het is gewoon een slagroomtaart. Ja, dat zie ik ook, vriend, maar er is nog iets in die taart. Oh, dat is niet gewoon een slagroom, wat zit er dan in? Ja, schrijf maar op, Oh. Maar ze zijn echt druk bezig met opschrijven. Ik vind het wel slecht geregeld. Ja. Hij is een bakker. Hij is een bakker, denk ik.
Hij zit in de problemen, begrijp ik. Oké, okay, de pen neer in 5, 4, 3, 2, 1, oké. Okay. Ja. Laten we eerst even het antwoord van Gert bekijken. Ja, Gert? Ja. De bodem, nootjes en siroop. Dat hoef je. Dat kun je zien. Maar had ik ook nog wel kunnen zien, denk ik. Het midden, daar gaat het nu ook naar. Cake is kapsel, moesvruchten, kwark, citroen. En bovenop zit slagroom en fruit. Ja, dat is voor mij. Ik heb precies wat het is. Dat is precies wat het is, ja. Doe hier de vis van Bert. Bert. Cake, kapsel, want de kapsel heb je net gehoord. Daarop zit slagroom. Ja, ja. En erin zit fruitjam. Dat klopt precies. Dat klopt precies. En erop fruit. Ja, perfect. Ja, perfect. Klopt precies. Ik vind het wel lastig. Nee, ja, ik weet het al, jongens. Ja, zijn we eruit. Ja, jullie weten het al. Ja. Wat waren de namen, hoor? Gert en Bert. Ik denk Dennis. Dennis gaat echt ons allemaal verbazen. Ja, zat er dan. Ja, ik denk Bert of Dennis. Eén van de twee, net wie je wil. Oké. Okay. Wie van jullie is de echte bakker? Ik ben echt. Ja! Dat is echt nat dan. Dat wil je gewoon niet doen. Ja, eerlijk. Zeg het nog dingen, jongen. Hij zit ons gewoon op te naaien. Kut, oh, man. Ja, maar als iemand zo gaat lopen acteren. Ik zou niet eens de beste acteur, man. En wat doe je dan voor werk? Ja, ik eet vooral. Oké, okay, mannen, dankjewel. Dankjewel. Oké. Ik vond het dus helemaal geen hele lekkere taart. Wie van de bouwzitters heeft het kosten lontje? Ik quería pelear con todo. Jee, diferencia. Chanov. Mis ojos hablan y no tengo miedo. Hij is dus de best betaalde persoon bij Atletico. Ik vind dat. Ja. Hij verdient meer dan alle spelers, want dat willen ze dat de coach meer verdient. Maar hij verdient dus echt iets van 20 miljoen per jaar. Nee, ik vind het verheerlijken van die coaches, daar hou ik niet zo van. Maar wat doe jij met Slot dan? Love you! Ik heb het kosten lontje. Ja, 100%. Maar niet aan de voorkant, als ik begrijp wat ik bedoel. Heel interessant. Ja. Oh, kut verkeerde. Volgende vraag. Wat een kut. Leugendetector! Het is weer zover. Oh, oké. Matthias Maarten. Maar nu weten we niet meer of het verzonnen is of niet. Nee, want jij had de vorige keer, Koen had de vorige keer verhaald dat het verzonnen was. Ja. Omdat hij vergeten was iets in te sturen. Die vergeet ik al gewoon zin. Zit hij goed? Ja, doe even een lampje aan. Nee, niet nog een keer dat, zoals net, want dan gaat hij kapot. Ja. Oké, man. Zo mooi gerepareerd sinds de vorige keer dat ik niet hem gesloopt had. Ik heb hem niet gesloopt. Oh, sorry. Ik heb ooit iets besteld bij de pizzeria. En toen ik mijn eten daar ging ophalen, besloot ik in de auto te wachten. Omdat ik geen zin had in de kinderen die daar binnen zag staan. Waar? Ik heb uiteindelijk 45 minuten met honger in de auto zitten wachten tot ze weg waren. Vertel eens normaal wat er gebeurde. Ja, dit is het kaartje wat ik voorlees. Ik ging naar, bij mij, in ons in het dorp kun je niet echt eten bestellen. Bistrobientje, ja. Ja, dat is dan, maar dat wil je niet. Ik wilde een New York pizza en die gaan we wel eens halen dan in Nieuwegein. Dat is een kwartiertje rijden. Ja. Dus dan. Ze gaan een kwartier rijden heen, een kwartier rijden terug voor een New York pizza. Ja. Je kan het ook gewoon bestellen, dat die naar je huis komt. Nee, dat kan niet, dat bezorgen ze niet. Jij bent echt een domme peer. Je snapt het. Als we maar een kwartiertje rijden is, dan is dat toch helemaal met de auto, jongen. Jij gaat toch een kwartier met de auto rijden naartoe? Ja, als ik gewoon zin heb in de pizza. Zijn alleen scootertjes en fietsen. Zou mij benieuwd. Maar het was daar bij dat winkelcentrum. Het was heel bullshit. Fucking druk. En ik had echt zo'n autistische aanval, dus ik dacht. Welke dag was het dan? Vrijdag. Ja, dat is best wel druk. Hoe lang is het geleden? Een maand of zes, denk ik. Nee, maar even. Je komt eraan met je auto. Je weet dat je pizza al klaar is. Dus eigenlijk is het erin. Dat weet je natuurlijk nog niet. Nee, maar dat vaak. Een New York pizza is een kwartiertje al klaar. Ik doe zo'n tijdvak instellen, weet je. Ja. Soms door de drukte, dan klopt het niet. Ik heb wel, klopt nooit de tijdvak, natuurlijk. Nee. Dat is altijd wel. Maar goed, je komt eraan, je ziet die drukte. En? Ja, ik had gewoon mijn autistische aanval en ik bleef gewoon zitten. Want de nieuwe pizza daar, die zit in een winkelcentrum? Ja, zo'n winkelcentrum met ook de appie, de eten. Maar je bleef wachten? En waar zag je, van de verkeerplaats zag je al dat bij een nieuwe pizza het heel druk was? Ja, gewoon in die hele straat. En je bleef wachten in de auto voordat je pizza nog ging ophalen? Maar toen ging, maar toen kan je naar huis als je pizza hebt. Ja, anders kun je naar huis. Jongen! Jij snapt het niet, hè? Jawel, nu snap ik het wel. Maar net nog niet. Want het is te autistisch. Maar waarom, zeg maar, waarom ging je drie kwartier later opeens wel dan? Omdat de kinderen die ervoor stonden. Mijn vriendin die was thuis. Je vriendin heeft, je hebt je vriendin thuis drie kwartier laten wachten. Echt. Nou, dit kan niet waar zijn. Ja, dit is wel waar, dat weet je. Je weet dat het wel waar is. Ik snap maar steeds niet wat de trigger was om drie kwartier later opeens wel te gaan. Want toen was het weg.
Waren ze allemaal weg? Ja, dat was een soort van klas, denk ik, of zo. Een gang. Maar ze waren ook jong. Daar denk ik van, jullie horen nog niet te hangen in het winkelcentrum. Maar oké, je bent dus eigenlijk een uur en een kwartier van huis weg geweest. Ja. Van deur terug. Ja. Met een koude pizza kwam je thuis. Ja, met een koude kermis ook. Welke pizza had je besteld? Ja, ik neem wat caprese half en de andere swarma. Wat was de reactie van je vriendin toen je thuis kwam? Ja, die was nog aan het werk. Die had nog kalletjes. Oh, dus waar was het dan? Die had sowieso... Ik ging 5:30, denk ik. 7:00 terug. Die pizza, die heeft ze wel opgegeten. Ja, die heeft ze wel opgegeten. En die zei niet van wat... Verrekt koude actieve zooi. Verrekt dit domme mongool, wat is er gebeurd? Nee, die vindt het wel normaal. Oké, ik ga opschrijven wat ik denk. Dat is wel normaal. Sorry. Ja, deze man is echt, ik heb dit gewoon letterlijk ooit met hem meegemaakt, zoiets. Hè? Ik ga me niet weer net zoals door die verrekte koekenbakker met hier laten misleiden. Dat ik denk van dit kan niet waar zijn, dus ik ben volwaardig. Ik heb ook waar. Het is echt zware bullshit. Ja. Dus ik ben wel autistisch. Met zware bullshit. Zware bullshit. Zware bullshit. Dat heb je toch vaak gedaan? Dat heb ik niet vaak gedaan. Maar auto's vonden het bij Rob al dat je niet naar binnen durfde. Laatste knop. Even de laatste knopje. Zou dit het einde zijn? Ja! Hey! Mensen, de volgende keer in de knop. De verliezer eet die frikandel toch op? Dan zeggen, dan stoppen we. Toch? Ja, dan stoppen we. Ja, dan stoppen we. domme hul ben jij. Een rebound. Als je het googelt, waarschijnlijk wel. Ik vind dat ik in de laatste jaren echt gegroeid ben in gevoelens voor andere mensen. Nee, je voelt ze misschien wel, maar je doet er niet veel. Eindeloos verliefd. Maar toch zie je over.